Je kijkt weer naar een gloednieuwe Fan Friday video. En vandaag ga ik hele lekkere, superverse, mega warme koekjes bakken in een speelgoedoven. Of dat gaat lukken, ik heb geen idee, want het is een speelgoed. Dus ik ben er natuurlijk wel heel erg benieuwd naar. Allereerst heb ik nog ook een super toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven met je wijsvinger. Maar niet zo op deze manier, maar draai je wijsvinger om. Wow, dat is best wel lastig. Wees heel erg voorzichtig met je pols, jongens. En klik dan vervolgens op dat duimpje omhoog. Heel veel succes ermee. En vergeet ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier zul je namelijk altijd op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus never nooit meer eentje te missen. Hoe tof is dat? En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Namelijk... fanart! Zoals je waarschijnlijk wel kunt zien, verschijnen er hier naast me allemaal verschillende soorten tekeningen en fanarts die door jullie zijn gemaakt deze afgelopen week. En dat is zo ongelooflijk leuk. Jullie zijn super mega origineel. En iedere week verbaas ik me weer over hoe ontzettend gaaf al jullie fanarts zijn. Dus ik ben er echt enorm dankbaar voor. Ik vind het geweldig om ze elke keer weer te zien. En daarbij maak je natuurlijk kans om met jouw fanart in de volgende Fan Friday aflevering te komen. Door hem op Instagram te plaatsen. Zorg er dan vervolgens voor dat je mijn account erin tagt en dat jouw account niet op privé staat, want anders kan ik hem helaas niet vinden. Maar dat is natuurlijk wel heel erg spannend, want iedere week kies ik er weer een paar uit om in de video te laten zien. Dus superleuk! Ik kijk mega uit naar wat voor creatieve dingen jullie deze week gaan verzinnen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het volgende gedeelte uit deze video. Toy oven testing. Ik hou ongelooflijk veel van hele lekkere, vers gebakken, warme koekjes. Maar toen ik vroeger klein was, mocht ik eigenlijk nooit dicht bij de oven komen. Want dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En wat ik dus laatst in de winkel zag, was een oven speciaal gemaakt voor kinderen. Dus het is eigenlijk gewoon speelgoed waarmee je inderdaad echte koekjes mee kunt bakken. Nou, dat is toch zo ongelooflijk tof. Dus dat ga ik in de video van vandaag uitproberen. Ik heb geen idee of het gaat werken, maar de doos ziet er in ieder geval heel erg veelbelovend uit. Oh. Het is zo ontzettend schattig. Het ziet er helemaal geweldig uit. Ik vind de oven echt prachtig. Lekker meisjesachtig en friemelig en zo. Ik hou ervan. En daarbij is dit van het merk Num Nums. En volgens mij ken ik die wel. Ze zijn volgens mij bekend van kleine figuren in de vorm van eten. Dus op zich is het wel logisch dat ze met zo'n oven komen. Maar goed, ik ben er natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Hierbovenop staat een heel erg leuk recept voor koekjes. Dus deze gaan we maar gewoon eventjes maken. Maar allereerst moeten we natuurlijk openmaken. Even kijken. Welke kant kan hier het beste uitkomen? Ik weet het niet. Ik duw hem er maar gewoon eventjes doorheen. Lukt het? Wow! Oh my goodness, jongens. Ah, dit ziet er zo gaaf uit. Jols. Jols. En her. Hupsakee. Nou, dit is eigenlijk best wel zeldzaam, maar het ziet er gewoon beter uit dan op de doos. Ik vind het zo ongelooflijk leuk. Kijk nou naar alle details hier bovenop. We hebben deze hele leuke kookplaatjes en deze grill. Nou ja, dat kan je natuurlijk niet in het echt gebruiken. Dat snap ik op zich ook wel. Maar het is in ieder geval super schattig en leuk om mee te spelen natuurlijk. En dan hier aan de voorkant hebben we allemaal verschillende soorten knopjes en deurtjes. Dus we gaan gewoon eventjes kijken of we eraan kunnen draaien. Hè? Nee! Kom op! We moeten toch gewoon een beetje aan een knopje kunnen draaien. Ze zitten wel een soort van losse... Oh! Oeh! Ja, deze kan wel gedraaid worden. Dat is ook heel erg apart. Maar deze dan weer niet. Oeh, ik ben bang dat ik het kapot ga maken. Dus ik blijf er maar gewoon eventjes van af. Dat vind ik oprecht heel erg teleurstellend. Want dit is natuurlijk wel speelgoed. Je moet er wel gewoon een beetje mee kunnen spelen. Oké, kunnen we deze... Huh? Dit is een kookwekker. Dat zou toch super gaaf zijn als hij het ook inderdaad doet. Want dan kan je gewoon de tijd instellen voor het bakken van je koekjes. Maar ja, nu moet het dus ergens anders mee. Dan maar met telefoon of zo. En dit is de oven... Huh? Nee! Wat? Dat slaat toch helemaal nergens op? Waar gaan de koekjes dan in? Oh, deze knop is ook... Die moet je ook inderdaad echt gebruiken. Aan en uit. Dus vandaar dat deze het ook echt doet. Maar... Ah, haha.
Hier zie ik twee gleuven. En hier wordt het koekje ingemaakt dan, denk ik. Echt zo jammer. Ik had zo gehoopt dat je het gewoon hiermee met het deurtje kon doen. Dit doet me enorm denken aan een video die ik wel eens eerder heb gemaakt met de speelgoedoven. Genaamd de Easy Bake Oven. Dat is een heel bekend speeltje in Amerika. En dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde concept. Super jammer. Maar ja, deze ziet er wel schattiger uit. Dus daar krijgt hij dan weer punten voor. We gaan maar gewoon eventjes verder. Wat hebben we hier? Oeh, oh, wow. Een hele toffe en gave spatel. Hij ziet er echt super leuk uit. En daarbij natuurlijk een handleiding en een pannetje of zo. Nou, oeh, wat een super schattig en leuk pannetje. Wacht, deze kunnen we hier zo bovenop de kookplaat zetten. Oh, schattig. Alleen hier kunnen we dus niet echt iets mee doen. Maar het maakt niet uit. We gaan gewoon even kijken naar de handleiding. Wat is hier de bedoeling van? Aha. Het allereerste wat ik moet doen is deze in het stopcontact stoppen en dit dan vervolgens gaan voorverwarmen. Here we go. Woop. Yes, en dan moet ik het volgens mij wel eventjes aanzetten. Zo. En dan zet ik deze even aan de kant, want dan gaan we de koekjesmix samenstellen. Haha. Ik heb hier een hele lading aan spulletjes die ik dus allemaal nodig heb voor het koekjesdeeg. Nou, daarvoor moet ik dit kleine schattige leuke zakje openmaken. Dus laten we dat maar gewoon eventjes gaan doen. Hop. Dit kwam in de doos voor deze speelgoed open. Dus dit is hun recept. Ik heb geen idee of het lekker gaat zijn, maar daar gaan we achter komen. Ik giet het er allemaal maar eventjes in. Zo. Woe. Moet alles erin? Ja, volgens mij wel. Yes, hij is leeg. En dan gaan we door met het toevoegen van het water. Daarvoor heb ik 3/4 van een theelepeltje nodig. Nou, dat is ongelooflijk weinig. Dus ik weet niet eens of dat kan, jongens. Dit is om een half theelepeltje af te meten. Dus we pakken maar eventjes wat water ervan. Dat voeg ik hier zo aan toe. Oeh. Oh, zo cute. Oh, dat is zo weinig. Here we go. En tada. Ik denk dat het nu gewoon tijd is om het maar gewoon eventjes te roeren. Dus laten we dat maar proberen. En dan roeren. Tada. Nou, dat ziet er nog steeds heel, heel, heel erg droog uit. Dus dat schiet niet helemaal op. Er staat wel in dat het heel erg droog aan zou moeten voelen. Dus misschien hoort dit ook inderdaad. De volgende stap is om dit allemaal in één groot balletje te maken. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik pak het maar gewoon allemaal eventjes van... Ah! Nee! Dat lukt toch gewoon totaal niet, jongens. Dit is allemaal poeder. Het moet één bal worden. Oké, heel flink erin knijpen. Zo. Nee! Weet je, ik denk dat het waarschijnlijk geen kwaad kan om er nog een heel klein beetje water aan toe te voegen. Dus dat ga ik maar even proberen. Nog een kwart theelepeltje en... Oké. En dan gaan we weer eventjes flink mixen. Zo. Oeh, met redelijk wat moeite is het me uiteindelijk toch wel gelukt om het in één balletje te krijgen. Maar nu... moet ik hier dus 6 balletjes van maken. Oh, help. Maak hem eerst gewoon even een klein beetje langwerpig. En dan probeer ik hem door de helft te krijgen. Zo. Oké, het blijft nog redelijk zitten. En dan dit in 3 verschillende stukjes. En tata, oké. En hetzelfde ook met deze bal. Dit worden echt mini, mini, mini koekjes. Dan is het nu tijd om deze heel eventjes aan de kant te zetten. En dit een mini kleine pannetje erbij te doen. En vervolgens moet ik deze nog eventjes onderspuiten met een olie. Oeh, ik hoop dat het goed gaat. En weet je wat? Ik denk dat het wel genoeg is zo. Het gaat er gewoon voornamelijk om dat de koekjes er niet te vast aan blijven zitten. Dus dan pak ik één zo'n klein balletje erbij. Die zet ik hier neer. En vervolgens moet ik het plat drukken. Dus daar gaan we dan. En ta-ta-ta-ta. Oké, dat is echt het lelijkste vormpje wat ik ooit heb gezien. Misschien kan ik hem nog net ietsje mooier maken. Ja, oh, dat lukt wel. Deze is al redelijk plat, dus dat moet op zich wel... Oh, goed komen. Hij valt gewoon weer helemaal in tweeën, jongens. Wat ontzettend onhandig deeg is dit. En dan het allerlaatste koekje. Dat is een mooi plekje. Lukt het een beetje? Nee? Au, help! Ik begin me ineens te realiseren hoe ontzettend veel werk dit is voor 3 mini-koekjes. Nou ja, beter dat deze echt ongelooflijk lekker smaken. Want of het nou helemaal waard is, dat gaan we zo meteen zien. Ik denk dat de oven nu wel redelijk goed is voorverwarmd. Dus ik pak hem erbij en dan gaan we de koekjes erin stoppen. Oh, zo spannend. Oh, het moment van de waarheid is aangekomen. Gaat deze oven ook inderdaad werken en er lekkere koekjes van maken? We kunnen er maar op één manier achter komen en dat is door het uit te proberen. Dus ik stop deze er heel langzaam in. Ja. En dan pak ik de spatula erbij. Zo. En hiermee met deze kant moet ik gaan duwen. Zo. Komt u maar. Yes. Oké. Ik voel een deurtje. Hij gaat door het deurtje heen.
Ja? En? Ja! Okie dokie! Ik denk dat die er nu wel in zit. Er staat hier dus op stop hier. Dus ik stop ermee. En dan ga ik weer eventjes terug. En yes! Dan is de volgende stap nu om 9 minuten te wachten. En dan kom ik weer bij je terug. Het is tijd om het nu uit de oven te halen. Dus daar gebruik ik deze geweldige spatel voor. Dan moet ik aan deze kant er gewoon maar eventjes insteken. Zo. En... Oké, volgens mij heb ik hem. Ik heb geen idee. Dan ga ik hem er heel voorzichtig uithalen. Ik hoop dat hij erop zit, jongens. Ik weet het niet. Oh ja! Ja, daar is het pannetje. Oh my goodness. Het ziet er helemaal bruin en lekker uit. Oeh, is super schattig. En, nou, ik kan het wel gewoon hier bovenop zetten. De koekjes zien er eigenlijk best wel stevig uit. Ik hoop dat ik een beetje gelijk heb. Dus, dat is helemaal top. Dan pak ik er nu gewoon eventjes een bordje bij. En die zet ik maar gewoon hier zo op. Laten we even kijken of de koekjes ook inderdaad goed zijn. Zit ze niet helemaal vastgeplakt aan het pannetje? Oh jeetje! Oh, ik heb niet genoeg olie toegevoegd, denk ik. Ze zitten er helemaal aan vast. Ah! Oeh, yes! Ik heb hem eraf gehaald. Het klinkt gewoon hartstikke hard. Ik hoop niet te hard, want dat is niet zo heel erg fijn voor mijn tanden. Nou, dan hebben we hier ook nog een zakje dat erbij is gekomen. En hierin zit suiker. Dus dat ga ik gewoon maar eventjes over dit bordje heen strooien. Ik hoop dat het een beetje goed gaat komen hier zo op het bordje. En ta-da-da-da. Wow, het is oranje suiker. Zo ontzettend gaaf. Lekker in de Nederlandse sfeer. Oh nee, ik bedenk me nu ineens dat... Ja, ik wilde de koekjes dus er gewoon indippen. Maar dan blijft het natuurlijk niet vastplakken. Dus hier moeten we allereerst nog een heel klein laagje aan frosting toevoegen. Ik hoop dat het gaat lukken, jongens. Here we go. Zo, even een dolopje. Ah! Dat is 1, 2 en 3. Nou, dat ziet er hartstikke leuk en goed uit. Even helemaal goed te verspreiden. Oh, zo ontzettend schattig. Wauw. Ik hoop dat dit allemaal een beetje goed gaat komen. Ik dip hem erin en zo. Woe! Oh my goodness. Yes, yes. Dit ziet er echt heel erg leuk uit. Nou, dan gaan we door naar het volgende koekje. Het is echt super makkelijk om dit te doen. Het gaat allemaal ook lekker snel. En wauw, het eindresultaat is helemaal prachtig en leuk. En dan door naar de allerlaatste. Even helemaal goed dippen in het suiker. En ja! Nou, de suikerkoekjes zijn af en ze zien er helemaal prachtig en leuk uit. Het is nu tijd voor de allerlaatste stap. En dat is natuurlijk het testen van de koekjes zelf. Want smaken ze ook inderdaad lekker. Nou jongens, proost. Daar gaan we dan. En... Oh, dat is een beetje hard. Oeh. Dat is crunchy. Oh my goodness, dat smaakt zo ongelooflijk lekker. Wauw, ik ben er helemaal van onder de indruk. En het zijn gewoon echte koekjes. Ah? Nom nom. 20 second wrap out. Pommelinde sterren, Bente, Kaylee, Suzanne, Visser, Cindy. Monique, Panda, Isni, Saatje en Hakima, Indy. Francisca, Purdy, Coco en Jasmine, Supernova. Lydia, Lilith, Lina, Violetta, Leonova. Motoka, Jet, Tessa en Maria en Miella. Flora, Lin, Hoi, Jelena, Isabella. Bean, Giovanni, Slime, Blog, Iris, Farah. Melda, Day, Nada, Dirk, Zoe, Lea en Sarah. Yes, je ziet dit gedeelte van de video en dat betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En wil je nou in de 20 second wrap-out komen van volgende Fan Friday? Dan kan dat door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Wie weet hoor jij binnenkort jouw naam in de wrap-out en dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!